Een ras Nederlandse artiest die op 14 staat in de Amerikaanse top 40. Ja, dat is echt bizar. Ik ben het wel mee eens als mensen zeggen dat het on-Nederlands klinkt. Maar on-Nederlands goed vind ik een rare term. Wat wel heel belangrijk is dat je iets heel erg eigens maakt. En dan maakt het volgens mij niet zo heel veel uit waar je vandaan komt.